Manon Uphoff. Werk jij hier? Ik werk hier regelmatig, ja. Ja. Werk jij overal? Behalve in bad. Nee. Weet je al wat je gaat schrijven voordat het op... Ja, ik probeer een film te maken. Ik zet een script op met acteurs. Dat zijn de personages. Mm-hmm. Met hun achtergrond en dergelijke. En dan ga ik kijken wat ziet de lezer eigenlijk. En dan zit je, zoals ook een regisseur, soms met hiaten. Dan weet je van, ik heb heel veel scènes, maar dan moet ik nog gaan monteren. En ik mis nog een heel belangrijk shot. En dan weet ik, ik ga nog een week pielen op een heel belangrijke scène. Dus het is, ik ben een gemankeerde regisseur. Ik heb geen geld voor films. Dus ik, wat een goede werkplek. Voordat de laptop beroerd wordt, is het boek er dan al? Nee, dan is er een hele stapel aantekeningen. Dan zijn er systeemkaartjes in een doosje. Ja. Kijk, dit is een idee. Doe eens een idee. Idee. Voor een novelle over een oudere vrouw. Ja. En blond. Oh, dat zou je kunnen zijn. Ja. Neemt in Nepal een 19-jarige minnaar. Wat vind je daarvan? Ja. Nou, oké, zeg, denk je, weet je wat? Ja. Ik weet nou genoeg, ik heb genoeg op die kaartjes staan. Nou ga ik zitten en het is net alsof je het bijna stiekem doet. Hè? Je doet dan... En dan ga je gewoon eens iets proberen. En dan ga je niet, tenminste ik niet, ja. Ik maak er geen ritueel van tada, we gaan nu de eerste zin opschrijven. Je mag altijd weer terug. Altijd weer terug en er wordt eindeloos geschrapt. Mensje van Keulen, goedemorgen. Ik schrap altijd onderwijl, tot het er staat zoals ik vind dat het er moet staan. En het niet beter kan. Hier liggen allemaal schriften. Ja. Ja. Er staan allemaal manuscripten in. Dat was mijn debuut. Hè? Mijn eerste schriften. Dat schreef ik in tussen 70 en 72. Of het inderdaad onleesbaar is. Ja. Ja. Toen al, nu is het nog veel onleesbaarder. Het schrift waar ik nu aan bezig ben. Ja. Ja, en als ik dan met hand geschreven heb, dan tik ik het uit. En dan moet het ook smetteloos zijn en dan laat ik het aan mijn man en mijn uitgever lezen. Wie is eerst? Dat gaat er gelijk op. Ligt er een notitieboekje naast je bed? Ik heb een notitieboekje naast mijn bed, ook voor als het, dat schrijf ik dan onleesbaar, een beetje zo in het licht valt op. Ja. En je denkt voortdurend eraan, ook als je vast zit, denk je eraan. En als je eenmaal echt met het verhaal bezig bent en je wilt doorgaan, en je bent bijvoorbeeld heel ergens anders, dan kan je echt snakken om naar je werkkamer te gaan en weer verder te gaan. Ja.